In Diegen werd de eerste wedstrijd gereden voor de superprestige, een rijk begiftigd regelmatigheidscriterium. Daar was ook Mark van Lombeek. U weet het, dames en heren, geld en prestige trekt altijd aan. De rijk begiftigde superprestige dus zeker. Zo'n 60 deelnemers passeerden vanmiddag de inschrijvingstafel in Diegem. Onder hen de beste veldrijders uit België, Nederland en West-Duitsland. De Zwitsers doen voorlopig niet mee in de superprestige. Zij hebben werk genoeg in eigen land waar de veldritsport een erg florissant leven leidt. Aan de start dus ook de onbetwistbare nummer 1 onder de Belgische crossers, Roland Liboton. Roger de Vlaming was er niet, hij had afgezegd wegens ziekte. De superprestige is een regelmatigheidscriterium over 4 wedstrijden. Diegem, Zillebeke, Asper en Overijse. Wie goed gestart is, is Johan Gillebert. Hij duikt als eerste het park in. Zo begon op 26 december 1982 het verslag van de allereerste superprestigewedstrijd. De jaren 80 was de periode waarin Roland Liboton de concurrentie gewoon doodkneep. De cross was niet echt spannend meer. Het publiek verlangde naar grote duels, zoals in de tijd van Erik de Vlaming en Berten van Damme. Winnaar in Diegem dus Roland Liboton. Voor Groenendaal, tweede op 45 seconden. Thaler is derde op bijna 1 minuut. Heb jij ooit sterker gereden al? Nee, ik denk het niet. Voor het moment, ik heb nog geen seizoen zo sterk gereden als voor het moment. Ik vraag me een beetje af, vorig jaar zei men Roland Liboton, hij breekt toch niet door. De uitslagen kwamen er niet pas op het einde van het seizoen met de kampioenschappen. En dan dit jaar, ja, hoe komt het? Wat is er veranderd? Ja, dit seizoen, ik mag me natuurlijk niet blijven wegsteken. Je bent wereldkampioen, je moet er staan, dus niets aan het doen. Je moet koersen, dus... Ben je op een leeftijd gekomen dat je zowel fysiek als mentaal beter het succes aan kan ook? Ja, misschien wel. Ik denk toch wel dat nu mijn tijd rijp geworden is. De 35-jarige Roger de Vlaming heeft zijn laatste wegseizoen gereden, maar wil nog schitteren in het veld. Een natte winter en vooroorlogse omlopen, waar lopers zoals Stamsnijder en Zwijfel zich thuis voelen, zorgen ervoor dat de Roger's crosswinter niet echt een succes wordt. De Vlaming wint geen cross. In Asper geeft hij op. Je bent uit de wedstrijd in Asper gestapt, maar je bent nog niet uit het cyclocrossen gestapt dus? Nee, waarschijnlijk wordt dat het einde van het jaar, maar nu zullen we nog een beetje proberen door te gaan. Ik weet dat ik niet versleten ben, maar het is voor mij zeer moeilijk op dit ogenblik om terug te keren. Parcoursen voor iemand als Bert Vermeijre zijn dit, of voor Messelis of Gillebert. En uiteraard voor de lange Henny Stamsnijder. Liboton is ziek en kan niet starten. Hij mag dan 2 van de 4 superprestigecrossen gewonnen hebben. Stamsnijder wint de andere 2 en wordt dus de eerste eindwinnaar. De oprichters zijn tevreden. Opzet geslaagd, er komt weer meer volk naar de cross. Aanvankelijk wilden de 4 organisatoren gewoon klassiekers creëren, zoals het wegwielrennen er had met de Ronde van Vlaanderen of Gent-Wevelgem. Dat idee kwam eigenlijk van de BRT-wielreporters Mark Stassijns en Mark van Lombeek. Na enkele gesprekken en bijeenkomsten werden we gewaar dat de BBB er niet zo neig voor te vinden was, omdat ze te veel problemen gingen krijgen met andere organisatoren die al langer organiseerden of wij. Dan zei meneer Van Mosseveld en meneer Fabri op een zeker moment, je zou beter een klassement oprichten met verschillende crossen samen. En dat is de start geweest. Etienne Gevaert van de organisatie van Asper en al 25 jaar de voorzitter van de Superprestige was al lang blind toen dat klassement in het leven geroepen werd. Hij is dat inmiddels al 50 jaar lang. Zijn eigen vrouw en kinderen zag hij nooit. Een veldrijder evenmin, maar hij kent ze misschien het best van ons allemaal. In de cross kwam hij terecht als masseur van de broers de Vlaming. Doordat een vliegtuig niet kon opstijgen in de mist, mist Roland Liboton in de tweede jaargang de cross van Zürich. Het circuit is dan inderdaad uitgebreid, van 4 naar 6 wedstrijden. Liboton wint Valkenswaard en de 4 Belgische crossen en wordt toch geen eindwinnaar. Zijn antwoord en een eerste eindzege komt er in het seizoen 84-85. Er is veel strijd, vanzelf gaat het allemaal niet. Liboton wint zelfs maar 3 van de 8 crossen. Van Roger de Vlaming is dan geen sprake meer in het veld. Wel van bijvoorbeeld een handige Nederlandse ex-motocrosser. Rijn Groenendaal wordt de man die de tubus met lichte spanning, de slappe banden, introduceert. In Zillebeke balanceert Groenendaal naar de overwinning. De
ik vind er kan niet veel gebeuren. Misschien ja, knie een beetje kapot, maar verder kan er weinig gebeuren, dacht ik. Kijk, maar het is gewoon, ja, als je bang bent, ja, dan ga je natuurlijk fouten maken. Maar je moet gewoon over die spoortjes heen rijden, links en rechts, dan valt het allemaal wel mee, hoor. Na het seizoen daarop wordt de stand 2-2. De superprestige beleeft hoogdagen. Stamsnijder met zijn lange stelte is in het voordeel in de blubber. Maar een gemotiveerde Liboton kan alles, als hij maar wil. Liboton wordt gesignaleerd in Aarschotse cafés, in Diestse discotheken. Hij zou niet genoeg leven voor zijn vak. Maar net op zo'n momenten slaat hij terug. Zelfs op omlopen die hem niet liggen. In de modder van de WK-omloop van Lembeek lukt het hem niet, maar in Zillebeke, 2 weken eerder dan weer wel. Terwijl de 41-jarige Vermeijer nog 12e wordt, verzuipt wereldkampioen Thaler. Stamsnijder en Liboton lossen elkaar van geen meter, rivaliteit ten top gedreven soms. In Zillebeke buit Ivan Meselis dat heel tactisch uit, op en over de twee naar dagwinst. Over de hele breedte van de weg komt het peloton daar aangewaaierd en Roger de Vlaming heeft blijkbaar nog niets van zijn speed verloren. 1986, onwaarschijnlijk. Op 39-jarige leeftijd heeft Roger de Vlaming weer een proflicentie aangevraagd. Zijn sponsor, Eddy Merckx. Met Tielemans, Meselis en Kools rijdt de Vlaming naar de kop van de wedstrijd in Asper. Hij zal het tempo niet volhouden, maar tegen het jonge geweld houdt hij toch behoorlijk stand en wordt 10e. Dat is veel beter dan de 15 jaar jongere Erik van der Aarden, maar ook beter dan Roland Liboton. De overwinning gaat naar een zekere Rudy Duby. In het begin van het seizoen mogen naar stamsleider Liboton vragen. Op een goed bereikbaar parcours ben ik formidabel. En ik was nu, de laatste paar weken was ik geweldig gemotiveerd omdat ik als prof niet meer in de bak kon komen. Ja, je bent terug noodgedwongen amateur geworden. Ik ben noodgedwongen amateur geworden. En nu heb ik echt de revanche kunnen nemen. Echt laten zien dat ik het waard ben van prof te zijn. Ik ben er echt gelukkig mee. Voorjaar 88. Het is alleen maar om de fotografen te plezieren dat Roland Liboton wereldkampioen Pascal Richard de hand schudt. Nog maar eens is iemand wereldkampioen geworden die maar één dag in het jaar de beste geweest is. De superprestige maakt er werk van de buitenlandse toppers uit te nodigen met vette startpremies. De Zwitsers komen die oprapen, maar presteren doen ze in België nooit. Overijse is de organisatie van André de Brouwer, een van de oprichters van de superprestige. Roland Liboton won op dat parcours maar liefst 16 crossen. Soms 2 op een jaar, ook een Belgisch kampioenschap, maar het betekent toch wat. Overijse geldt als een van de zwaarste omlopen. Eind 88, Liboton zit met muizenissen in het hoofd. Zijn sponsor ADR is over kop gegaan en Liboton had nog een bom geld te goed van baas François Lambert. Gevolg een slecht seizoen. Maar in Overijse rijdt Liboton zowaar voor het eerst in 3 maanden nog eens op kop van een wedstrijd. Maar dan gaan de fut en de kracht weg. Liboton geeft op. Hij zal geen 4e superprestige winnen. Nooit meer. De leider in de tussenstand, Paul de Brouwer, doet een slechte zaak in de druivengemeente. Maar nieuw bloed duikt intussen op. Een wissel van de macht kondigt zich aan. Rudy Duby blijkt een broer te hebben, één die ook kan winnen. Aan de finish weet de vrouw van Danny Duby dat haar man op weg is naar de zege. De eerste Belgische superprestigewinnaar van het seizoen. Danny Duby haalt het voor stamsnijder Meselis, Chammerda en Baars. Het spreekt vanzelf dat alle ogen gericht waren op wereldkampioen Danny Duby voor het eerst met de regenboogtrui aan het werk in eigen land. Na de modderpoel van vorig jaar hadden de organisatoren het parcours grondig gewijzigd. Nu was het lichtlopend, maar toch wat zwaarder dan vorige week in Pont-Château. 3 ronden gereden en dit duo op kop, Henny Stamsnijder en Paul de Brouwer met een halve minuut voorsprong.
De Bie is in Pontchâteau wereldkampioen geworden, maar 6 dagen later is de alcohol nog niet genoeg uit zijn lijf. Het wordt voor De Bie vooral een ereronde in eigen land. Liboton heeft intussen 21 superprestigecrossen gewonnen. Hij weet op dat ogenblik nog niet dat het bij dat aantal zal blijven. Maar dat recordaantal zal wel heel lang stand houden. Henny Stamsnijder heeft een werkaanbieding, zijn zoontje is ernstig ziek, 1989 is zijn laatste koersjaar. Met een 14e ritzege en een 4e eindoverwinning neemt hij afscheid in stijl. Het is mooi geweest. De oudste die is altijd de slimste. Stamsnijder is gestopt met koersen, Liboton is aan zijn slechte jaren bezig. Het wordt een periode van vele tussenpauzen, maar een periode waarin het veldrijden hoogdagen kent. VTM maakt midweek specials over de superprestige crossen. Naar de nieuwe tv-zender wordt gretig gekeken. De renners varen er wel bij en spelen graag mee. Cross blijft hoofdzaak, maar er wordt heel veel gelachen. VRT bracht al cross van in de begindagen, doet nu ook extra inspanningen. Cyclocross is ook een ideale tv-sport. Kort, krachtig, spectaculair. Wie in die periode de kans van zijn leven ziet om de macht en het startgeld naar zich toe te trekken, is Danny De Bie, de middenste van 3 fietsende broers uit Pijpelheide en net wereldkampioen geworden in Pontchâteau. Het eerste post-Stamsnijderseizoen pakt Danny De Bie 4 zegens. Vooral het einde van het crossjaar staat hij er helemaal. In Diegem staat De Bie aan de start met zijn 2 broers Eddy en Rudy. Hij klopt Baars en De Roze, maar het is niet dat De Bie wint waar hij wil. Danny De Bie juicht, broer Eddy juicht mee. 10e overwinning al dit seizoen en na Pilsen de 2e superprestigezege. De top is heel breed, iedereen ruikt mogelijkheden. De Bie's 4 jaar oudere ploegmaat Paul de Brouwer wint 2 manches. Beat Brooy eveneens. De Zwitser, ooit winnaar op L'Alpe d'Huez in de Tour, is in eigen land onklopbaar. De Bie koerst 7 keer in Zwitserland, 7 keer is Brooy beter. Maar de weinige keren dat de Zwitser zijn land verlaat, wordt hij geklopt. Zoals in Overijse, waar Liboton zijn afscheid aan de sport net op tijd inslikte. Ik heb inderdaad een moment gedacht om, ik ga stoppen dit jaar. Maar mijn team, zo gezegd, dat achter me staat, heeft me dan toch een beetje omgepraat en mijn moed gegeven. En gisteravond heb ik nog van meneer Lambert telefoon gekregen en zo. En dat heeft me toch wel terug moraal gegeven. Liboton rijdt uitzonderlijk is niet goed in Overijse. De Bie en Brooy winnen evenmin, maar... Op 2 ronden van het einde gaat Houtenketen er vandoor. En hij behaalt zijn eerste superprestige zege uit zijn carrière, als amateur dan nog, de 5e Belgische op 7 dit seizoen. Rudy Tielemans is iemand die altijd de indruk geeft geen trap te geven. Zijn nu koersende zoon Mike heeft dat ook. Hij lijkt altijd iets te dik te staan ook, maar intussen wordt hij toch maar 4 keer amateur kampioen van België. En in Valkenswaard is hij de snelste. De laatste weken had ik een beetje ziek geweest en... Ik heb naar een dokter geweest maandag en ik zit met een allergie en blijkbaar is het nu toch al redelijk gebeterd. Ik heb er medicamenten voor gekregen en daarmee dat in Zarhuis een beetje minder prestatie was. Danny De Bie zal nog jaren zijn stempel drukken op de superprestige, maar toch wint hij die maar 1 keer. Er is een zware concurrent op komst, Radomír Šimunek, een Tsjech. De komst van een grote sponsor voor het hele superprestige circuit heeft het intussen allemaal wat professioneler gemaakt. Zo wordt onder meer met westerse steun de cross in het Tsjechische Pilsen nieuw leven ingeblazen. Daarom de overwinning zomaar weggegeven aan het grootste Tsjechische talent ooit. Nee hoor, Radomír Šimunek zit in de tang van de Belgen. De jonge Wim Lambrechts uit Poederlee rijdt en loopt zich suf voor zijn kopman Danny De Bie. Ook Tielemans doet goed mee. Rudy Tielemans.
De Belgen tegen de Tsjechen Šimunek en Samarda. Ook de Slovaak Glajza speelt mee, maar tegen de eindspurt van de B is niemand bestand. Het parcours rond het Zwanemeerbos in het Drentse Gieten ligt de Belgische crossers. Veel zand, de renners uit te kempen hebben niet liever. De B wint daar 3 jaar op rij. Adrie van der Poel, die voor het eerst een hele winter in het veld zal rijden, wordt tweede. Christian Houtenketen derde. Men zegt wel dat we te oud zijn om nog te wedijveren met de jongeren, maar we doen het nog altijd ons best. Ja, ik pak aan de kleedkamers mijn fiets en ja, dat was mij van die brede banden. En, ik pak mijn fiets en daar waren nietjes ingestoken. Daar waren nietjes van een nietjesmachine ingestoken. Ja, ik had mijn e-paarden mee en mijn dikke banden. En, ja, ik moest wel elke tour veranderen. En dat was een groot nadeel. Daarmee moest ik iedere keer met de mannen dat ik bij was laten gaan. Ja, je kunt dat een paar turen met een duur. Ja, je redt, ik weet niet hoeveel dieper erin. Zeker als je een beetje zwaarder zit als ik. Ja. Dat zal opzettelijk gedaan zijn. Ja. Want ja, normaal gezien, ik pak hem op en ik zag het, waren splinternieuw. Dus ja, dat ziet dan niet klopt. Hè. Ja. Zarauz ligt in de buurt van San Sebastian in Spaans Baskeland. Prachtig gelegen omloop, idyllisch tot en met, maar onwaarschijnlijk zwaar. De accommodatie is ook niet alles. WC's doen er jarenlang dienst als kleedkamer. Het is nog altijd de periode dat er met voethaken gereden wordt. Doe het maar in de modder. Een stapje in de wereld zette de dag voordien ook niet ideaal. Danny de Bie mag het ondervinden. Goed gestart, maar half koers over en out. De leider in de superprestige doet een heel slechte zaak. Šimunek wint voor de piepjonge Thomas Frischknecht en Karel Samarda. Ik heb er altijd rekening mee gehouden dat je een slechte dag kunt hebben. De Bie is punten kwijt en zal er nog verliezen. Van experimenteren houdt hij wel. Het is de periode van de introductie van de volle wielen in de tijdritten. Maar zinloos in de cross. Ik ben er bijna van overtuigd dat op sommige wedstrijden een voordeel moet zijn. Ploegmaat De Brouwer vindt het maar niks. Ik vind dat tamelijk veel rammelt. Ik heb hem gezegd dat hij maar ver van mij blijft met allebei. De oude Reinier Groenendaal is bezig aan zijn op één na laatste seizoen, op zijn 40ste. Nog straffer, hij rijdt in dezelfde koers als zijn nuchtere zoon. Ik heb weinig druk. Ik heb gewoon een vrije rol, zal ik maar zeggen. Ik denk, alles wat ik doe is goed. In het wedstrijdverhaal van Valkenswaard komen ze amper voor. Want ook in Noord-Brabant is Šimunek te sterk. De Tsjech heeft er nogthans een kwade klant aan een zekere Staf van Bouwel. Een plotse revelatie. De Kempenzoon aast op een stunt, maar de laatste bocht beslist er anders over. Van Bouwel heeft wel zijn naamkaartje achtergelaten in de cross nu. Wat is er gebeurd? De laatste bocht zijn ik onderuit geschoven. Het is de revelatie echt. En indien hij wat beter zijn parcours had verkend voor de wedstrijd, dan zat er hier vandaag een zegen. Ik heb vroeger ook al sterk gereden. Maar de laatste 2 seizoenen heb ik dan een beetje blijven hangen. Zo. Vorig jaar een maand eruit gelegen met een handbreuk. Ja, dan is eigenlijk heel seizoen eigenlijk al een beetje weg. En dan deze zomer heb ik me goed voorbereid. Wat is nu het geheim eigenlijk achter die... achter het revelerende van Bouwel? Want hij rijdt al jaren als een subtopper mee, maar nu vandaag eindelijk bijna een superprestige cross gewonnen. Ja, daarvoor moet je coach zijn. Hè. Je moet je renners bekijken en je moet kunnen besluiten. Het is wat mee te doen of het is niets mee te doen. De Bie Šimunek 2-2 is de stand. Maar dan moeten de renners naar Rome, naar de Gran Premio Spallanzani. En laat nu net Spallanzani, een Romeins ziekenhuis, de sponsor zijn van Šimunek. Rome, dat is trouwens altijd een verhaal apart. Ja, het is hier gelijk alle jaren een echt gekke werk, vind ik. Er liggen hier balken, ik heb ze niet meer geteld, ik begin er niet meer aan, maar er zijn een stuk in de 20 toch. En op plaatsen we dan die in het geel niet thuis horen. Op de eerste rij mogen cross-grootheden starten als Angelo Squarzicci, Carlo Qualia, Fausto Scotti en Angelo Maggi. Als je dan weet dat de aanloopstrook geen 50 meter lang is, brokken dus. Allee!
Een openbaring daar in Rome, een andere onbekende Italiaan, maar wel een die pas op de streep geklopt wordt door Scimunek. Daniele Pontoni is de naam. Hij wil meteen en maar al te graag komen crossen in België of Zwitserland. Diciamo adesso cercherò in tutti i modi di fare qualche gara all'estero, come vi ho già detto. Vediamo se riuscirò a venire in Belgio o in Svizzera. Rome, dat is ook nog dit. Ik kom hier terug naar de kleedplaats en ik zet mijn fiets daar. Ik ga mijn wachtkleed halen en mijn fiets is verdwenen. Dus we hebben hier terug een dikke prijs gereden. 80.000 frank kwijt. Waar zit Liboton intussen? Geen superprestigecontract meer waard, zo vindt secretaris De Brouwer. De Belgische organisatoren die waren er aanvankelijk wel voor te vinden, maar tegenover de buitenlanders was een persoon van Liboton nog moeilijk te verkopen. Vooral de laatste 2 jaren dat hij toch geen prestaties had gemaakt. Nemen we alleen de uitslagen van de superprestige. Vorig jaar heeft ze allemaal mogen meedoen en hij haalde maar 2 punten. Dat wil zeggen dat hij dus 1 keer bij de eerste 15 is geëindigd. Liboton grijpt in Overijssel de geboden tweede kans. Met Lambrechts gaat hij naar de kop, maar uiteindelijk is de cross een kwartier te lang voor hem. Danny De Bie wint voor Scimunek en Friesknecht 3-3. Nooit het gevoel dat ik ga hier opgeven, ik ben aan het verachteren. In het verleden deed je dat meer, hè? Ja, nee, dat is verleden tijd, dus we zijn een ander tijdperk niet. Een ander tijdperk komt er na de jaarwisseling. De verplichte pothelmen zijn er en het wordt wennen voor iedereen. Daar in Diegem neemt Staffan Bouwel weer wraak voor zijn gesukkel in Valkenswaard door zijn eerste en enige superprestigecross te winnen. Even verrassend de figuur van Johnny Blomme. Elk jaar goed in Zillebeke, maar nergens anders. Optredens op en rond de cross, Etienne Gevaert lanceert het in Asper. Het fenomeen zal op veel wedstrijden navolging krijgen. Het veldrijden wordt professioneler, het publiek komt in steeds grotere getalen, de wedstrijden worden spannender en dat heeft veel te maken met de steeds beter bereidbare parcoursen. De verdienste is dat van Erik de Vlamink. Diens zoon Geert is even profrenner geweest onder de hoede van Roger de Vlamink, maar het avontuur is op niets uitgedraaid. Goh, ja, dat komt erop neer natuurlijk. Hetgeen ik over een jaar gezegd heb, dat Geert nog niet rijp was om beroepsrenner te worden, dat komt nu uit. Maar het is veel erger voor Geert. Dat is natuurlijk niet gegaan zoals ik wilde. Het is niet omdat het familie is dat je moet je hand er boven blijven houden. Maar ik denk dat ik hem nog een kans zou geven als hij zijn best doet bij de amateurs. Ja, en dan kan hij terug prof worden bij ons 1 september. Wat is dat toch in jullie familie? Ik weet het zelf niet, maar... misschien omdat zij zo goed geweest hebben. Ze verwachten enorm veel van mij en ik kan dat nu nog niet aan. Nog een vader en een zoon. Roger Zweifel, zoon van de vijfvoudige wereldkampioen. Hij koerst in Zwitserland de pannen van het dak bij de juniores, maar daar stopt het. Wetsikon heeft wel geen makkelijk parcours. De zoon van Albert Zweifels eeuwige concurrent, Peter Friesknecht, doet het veel beter. Op 20-jarige leeftijd pakt Thomas Friesknecht dat seizoen 4 podiumplaatsen in een superprestige cross. Hij wordt ook nog wereldkampioen bij de amateurs.
Danny De Bie is niet mogen starten in die wedstrijd, evenmin in Wetsikon. Het wedstrijdseizoen is afgelopen voor Danny De Bie. De Belgische wielrijdersbond heeft De Bie 6 maanden effectief geschorst, omdat hij afgelopen zaterdag bij de dopingcontrole in Zillebeke fraude heeft gepleegd met een condoom. Het was een proper condoom, ja. Dus van waar hij vandaan kwam is mij een volledig raadsel. Ik heb er mijn twijfels over, maar ja, dat kun je natuurlijk niet zeggen. Ja, ik heb dat meegenomen en ik heb dat gewoon dan achteraf weggeworpen. Ik heb het deze voormiddag pas weggeworpen. Dat was voor hun het bewijs dat ze zijn. Dus maar voor mij, ja, ze kunnen condoom halen waar ze willen. Ja, en als je zegt het was een proper condoom, niemand verbiedt jou met een proper condoom rond te lopen, hè? Ja, zeker niet. Ik mag ik bij wat ik wil op die manier. En, dus, maar dat zou toch zeker mijn bedoeling niet zijn, ook niet met een gewoon afgerold condoom rond te lopen. Het memorabele seizoen 90-91 eindigt toch nog goed. Jong talent Wim Lambrechts wint in Noord-Frankrijk. Erik de Vlaming heeft al dikwijls gezegd dat ik meer in mijn eigen zou moeten geloven. Misschien is dat wel, ik weet niet. Szymunek, geholpen door de uiteindelijk minieme schorsing van De Bie, wint het eindklassement. Ik ben tevreden met mijn superprestige. Weltmeisterschap en superprestige, dat was de eerste maal. Ja. In de hele historie? Ja, in de hele historie, de eerste. Zo. Dat is super. Zeer super. Voor anderen duurde het seizoen al veel te lang. Voor Radomir Szymunek gaat een nieuwe wereld open. Hij is de enige renner die wereldkampioen geworden is in alle leeftijdscategorieën. Door zijn wereldtitel en zijn inlijving bij het Vlaamse Saxon kan hij bouwen aan een nieuw leven. Weg van het troosteloze appartement in Pilsen. Hij woont daar met zijn echtgenote en twee zonen, Radomir en Danny, genoemd naar Danny De Bie. Radomir Szymunek rijdt elk weekend met de wagen van Tsjechië naar België of elders in Europa. Het kost energie, maar levert wel geld op. Szymunek zal ook in 92 eindwinnaar worden, want in Pilsen klopt hij Pontoni met millimeters verschil. En in Valkenswaard en in Zillebeke is Pascal van Riet 2 keer tweede. Dat seizoen duiken nieuwe gezichten op. We zien Iñigo Igartua, een Spanjaard. In het verleden stonden Basualdo, Mujica en Vigandi ooit op een WK-podium. Igartua, later ook Seco, proberen via de superprestige roem te vergaren. Vergeefs, Spanje blijft een blinde vlek op de crosskaart. De vooroorlogse parcoursen in Baskeland helpen ook niet echt aan de ontwikkeling. Binnen gedaan. Je zit er in één, hè? We hebben ze allemaal gevangen. We ontdekken een jonge Peter van Sandvliet, altijd het grote mes ronddraaiend. Ik ben een nieuweling op de weg. Ik krijg altijd naar mijn voeten. Ik krijg altijd Marie en mijn ene pion. Dat was de grote bij de junior.